We staan hier boven de Westerstroom. Er was hier vroeger, tot begin van de 20e eeuw, lag hier nog een gracht, een echte gracht. Het water wat we hier hebben gemaakt is eigenlijk een hele grote vijver waaronder de Westerstroom ligt. De Westerstroom is een verbinding tussen de Rijn en de Vecht, die onder de straat, de Westerdijk, en onder deze gracht loopt. Dit soort verhalen, dat zijn nou de interessante dingen die een stad tot een stad maakt. Het is niet alleen de dichtheid van gebouwen, maar ook wat vind je en het verhaal erachter. En dus het verhaal achter deze gracht zit dus in dat verleden van het water in de stad. De gracht is nu nog een beetje kaal. Er komen straks waterplanten in. En dat zal hem tot een levendige plek maken. Die levendigheid wordt ook gemaakt doordat we de bestaande gebouwen gehandhaafd hebben. Maar vooral ook door de kades zo te maken dat voetgangers hier overal de ruimte hebben. En kinderen om te spelen, mensen om elkaar te ontmoeten. We verwachten ook dat als het wat meer zomer wordt en mensen hier nog iets langer wonen, dat er ook veel meer op straat geleefd zal worden. Dat er allerlei bankjes op straat komen. Geveltuinen, past allemaal bij deze omgeving. En dat past ook bij die omgeving waarin het niet alleen maar wonen is, maar dat is ook die combinatie van stedelijke voorzieningen in het wonen in een hoge dichtheid.